Nou, welkom allemaal. Vandaag gaan we het over het tweede deel hebben. Dit gaat over het bedrijf CERN ook. Net zoals het vorige deel, in deel 1 heb ik hier een introductie over gegeven. En nu gaan we wat verder. Nu gaan we even aan de hand van een filmpje die in het Engels is. Die zal ik vertalen en ik zal het hopelijk zo duidelijk mogelijk voor jullie maken. Wat het bedrijf werkelijk aan het doen is. En het begint hier met de openingszin in Hebreeën 11 vers 3. Met door het geloof weten wij dat het heelal door één woord van God gemaakt is. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Nou, dit is een mooie startvers voor ons en voor de gelovigen. Wij kunnen dit aannemen, wij kunnen dit lezen en uit geloof nemen wij dit aan. Maar wat we in dit filmpje zullen zien is dat huidige wetenschappers die dus bij CERN werken hier niet genoegen mee kunnen nemen. En graag willen weten wat hoe het onzichtbare zichtbaar is geworden. Physical reality is a shadow of a larger reality. And I was blown away when I first saw that, because that's exactly what the Bible's been saying all along. Einstein made scientific history by recognizing that we really live in four dimensions by adding time to the mix. Time is a physical property. We know that we live in at least 10, that's the current dimensions. Four of them. Wat hij hier zegt is over Einstein, dat Einstein eigenlijk bewezen had dat er vier dimensies waren en dat de vierde dimensie, zeg maar, tijd zou zijn. Maar waar we uiteindelijk over tijd zijn uitgekomen is dat onze dimensie uit 10 dimensies bestaat. Wij zijn alleen maar in staat om drie, vier dimensies te kunnen onderscheiden. Maar er zijn er dus 10. Dus er zijn dimensies die wij fysiek niet kunnen zien, niet kunnen aanraken in principe, maar die zijn er wel. Dus er gebeuren veel meer dingen om ons heen dan dat wij werkelijk bewust van zijn. Are directly we can experience them, but we know there's 6 others that we can't get at directly, but we know we can infer their existence mathematically. What makes that provocative to people who've discovered that is that a Hebrew sage by the name of Nachmanides back in the 13th century predicted that from studying the text of Genesis. He concluded that our universe has 10 dimensions, only 4 are knowable to use this term, and 6 are not knowable to us. And I find that fascinating. Wat hij hier zegt is dat er een onderzoeker was die op basis van de Bijbel, zeg maar in Genesis, door Genesis te lezen, hierachter was gekomen dat er eigenlijk 10 dimensies zijn in plaats van de 4 die wij in principe kennen. Dit was al in de in het jaar 1300 na Christus was dit al bekendgemaakt. Toen zijn ze hier achtergekomen op basis van de Bijbel. Dus heel veel dingen die in de Bijbel staan zijn al gegeven. Alleen nu hedendaags zijn er dus wetenschappers bezig om dit verder te ontleden. En wat voor andere dimensies zijn er nog? Hoe kunnen we dit gebruiken? Waar komt dit weg? Want wij begrijpen het niet, maar het komt van God. God heeft dit gemaakt. God heeft ons gemaakt. God heeft gesproken en het is geworden. En dat is wat zij nu aan het onderzoeken zijn. Because we spent hundreds of millions of dollars on atomic accelerators to discover what Nachmanides did by studying the text. So the 10, some say 11, there's some debates among mathematicians about details, but there's awareness within the advanced scientific community that we live in more than just the 4 dimensions that we directly experience. And ja, wat hij hier verder over zegt is dat eigenlijk wetenschappers er unaniem over mee eens zijn dat er ongeveer 10 à 11 dimensies, andere dimensies zijn. En dat dat gewoon wetenschappelijk bekend is. Dus
Zij begrijpen er natuurlijk vrij weinig van, of ze zijn er niet mee bezig om het te onderzoeken. Maar ja, voor ons, wij weten, de meeste christenen weten dat er een spirituele wereld is, dat er spirituele wezens zijn, dat er engelen onder ons lopen, dat er demonen onder ons lopen. Dat weten satanisten, weten dat. En wetenschappers komen er langzaam achter, maar weten niet wat het werkelijk is. Omdat ze natuurlijk, ze geloven niet. Dus zij denken van, wij zijn iets aan het onderzoeken en er zit meer achter. Maar eigenlijk wat ze aan het verklaren en aan het onderzoeken zijn, is eigenlijk, wat is God? En wat kan God? Wat heeft God gemaakt? That in Genesis 3, when God declares war because of the fall of man, the creation was made subject to the bondage of decay, the entropy laws and all of that, apparently were part, somehow tied to God's curse on the creation. Everything we know about the creation is post-curse. Prior to the curse, it may have had 10 dimensions, and for some reason it was fractionated. So that some of us tend to regard those six inaccessible dimensions as the domain of things like angels, the domain of paranormal behavior. So the book of Revelation opens up the future for us. So in Revelation chapter number 9 and verse 1, the scripture says, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless..." Wat hier dus stond, ging over een stuk wat in Openbaringen stond, over het neervallen van de ster en van de duivel die eigenlijk op de aarde werd gegooid. Dit gaat verder terugkomen nog in het filmpje. Dit is een ding wat zich wat binnenkort gaat gebeuren. En waar eigenlijk onderzoek ook nagedaan wordt door dit bedrijf CERN. Dus. "Pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts were likened to horses prepared to battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. They had hair as the hair of a woman, and with teeth were as the teeth of lions. And they had breastplates, as it were breastplates of iron. The sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tail. Their power was to hurt men 5 months. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon." Wat hij hier zegt, hij spreekt dus over het stuk wat in Openbaringen staat, over wat er gaat gebeuren, en dat Apollyon, zeg maar, de god van vernietiging, wat eigenlijk overeenkomt met de god Shiva, die we eerder in het eerste deel benoemd hebben, die is daar als monument, staat daar, en dat was ook dat was de tempelplek, oude tempelplek van Apollyon. Apollyon, zoals we in het Grieks kennen, gaat terugkomen in de vorm van is Abaddon in het Israëlisch. En dat gaat op de aarde vallen. Dan legde hij hieruit dat hij dus de sleutel zou krijgen van de bodemloze put. Dat hij die gaat openen en dat er dus sprinkhanen uit gaan komen met schorpioenenstaten, die de mensen voor 5 maanden lang zullen pijnigen. Dat mensen naar dood zullen zoeken, maar het niet zullen vinden. Dus dat is eigenlijk ook een Bijbelprofetie. Die op basis van deze video zou je kunnen zeggen dat eigenlijk het hiermee al opgeroepen wordt. Of dat er al mee geëxperimenteerd wordt. En wie weet wat er nog uit gaat komen. Maar dat dit gaat gebeuren is een feit, want het staat in Openbaringen. Dus ik zou iedereen die een Bijbel bij zich heeft ook willen vragen. Of in eigen tijd
openbaringen te gaan lezen om zich hierin te gaan verdiepen. En dan zal dit filmpje zal ook een stuk duidelijker worden voor jullie. En dan kunnen jullie ook voorbereiden op wat nog komen gaat. Oh, one woe is past, and behold, there come two woes more. I preach you a message about something that is happening right now while you're sitting in this auditorium. It's in CERN, Switzerland. Now, you may not be aware of what's going on over there, but there's a thing over there that's called a Large Hadron Collider, and it is an accelerator. It accelerates particles and then brings them to the point of collision. So this Large Hadron Collider... Nou, wat hij hier zegt, het gaat dus over het bedrijf CERN, waar ik al eerder over gesproken heb. Dit bedrijf heeft een versnellingsmachine gemaakt van atomen, wat ze op elkaar laten botsen, zodat ze dit kunnen analyseren. Dat er zoveel energie bij vrijkomt, dat het in kleine deeltjes, en dat het kapot gaat. En dan kunnen ze dat volledig ontleden, zeg maar, uit waar die atomen uit bestaan. Was started up. Just a few days ago, and it's still in the initial process of being brought online completely. You say, what in the world does something like that have to do with me and the Bible? It has a lot to do with you and the Bible. I cannot and will not attempt to speak as a physicist. It would make me look like a fool. My purpose this morning is to try to be a liaison between them and you. Is to try to take what's going on in that collider and break it down to where I can understand it, and I can give it out so you can understand it, to where it makes an application to your life and to this world as we know it today. For what is happening in that collider is an astounding thing. So I want to read something to you this morning from what's called a theoretical physicist. This man, his name is Stephen Hawking. He's well known throughout the world. Anyone that has anything to do with nuclear energy or has anything to do with physics knows this man. And he is one that some rate even on the level of Einstein and of that level. And so I'm going to read to you what this man Ja, nou wat hij hier dus vertelt, hij zegt ook van ik ben geen wetenschapper. Ik heb daar geen verder niet extreem veel diploma's en hij gaat daar verder ook niet zeggen dat hij alles weet, maar hij gaat het en daar heel diep op in. Maar waar hij wel op ingaat is om het zeg maar te versimpelen en het begrijpbaar te maken voor de algemene mens in het ding wat hij wel van weet en wat er kan gebeuren. En hij zegt ook van vele mensen zullen zich misschien afvragen wat heeft dit bedrijf nou met de Bijbel te maken, wat heeft dat met ons christenen te maken. En dat gaat hij hier in dit filmpje gaat hij dat uitleggen. Hij had het ook over Stephen Hawking, dat was een wetenschapper, een geleerde die heel erg slim was. En hij zei ook van sommigen denken dat hij bijna zo slim was als Einstein. Nou ja, en hij is een aantal jaar geleden of een jaar geleden is hij overleden. Maar toen het filmpje opgenomen was, leefde hij nog. En hij heeft uitspraken gedaan over dit bedrijf. En nou, dan gaan we verder kijken. As to say about what's happening right now in CERN, Switzerland. Listen carefully. These are the words of Stephen Hawking. He recently warned the reactivation in March of CERN's Large Hadron Collider could pose grave dangers to our planet. The ultimate reality, check, we are warned. Hawking has come straight out and said, the God particle, and this is what you've heard referred to time and again as the Higgs boson particle, the God particle found by CERN could destroy the universe. Now let that settle in. This man is an atheist. Wat hij dus hier zegt, het gaat over het Gods atoom, wat ze gevonden hebben in CERN, onder andere door dit te gebruiken, heeft de capaciteit om het universum kapot te maken. Zoveel energie komt daarbij vrij en dat het uitermate gevaarlijk gaat zijn. And he says there is no God. Yet he says that what's happening right now in CERN, Switzerland, and I'll give you what they're trying to do in a moment, what's happening at this very minute in CERN, Switzerland, has the potential to destroy the universe. This is a theoretical physicist. Now, physicists come in all kinds of sizes. Astrophysicist Neil deGrasse Tyson has also sounded the alarm in a hypothetical manner.
by telling anyone who might want to blow up a planet how to do so is this CERN's attempt to do so by attempting to recreate the Big Bang within a man-made structure. This is... Maar hij zegt hier ook van... Stephen Hawking had dus hier al voor gewaarschuwd. En Stephen Hawking was zelf niet ongelovig. En hij waarschuwde hiervoor, voor dit bedrijf en wat ze aan het doen zijn en de gevaren hiervoor. Daarnaast zag je een andere man, Neil deGrasse Tyson, ook een vrij slimme man. En die er ook meer verstand van heeft. Die zegt ook van dit bedrijf is ook heel erg gevaarlijk bezig. Eigenlijk wat ze aan het doen zijn, is energie die bijvoorbeeld vrij kwam bij de oerknal, zijn ze eigenlijk aan het simuleren. Alleen dan op aarde, door mensgemaakte apparaten, waar ze het in moeten bewaren. Dus als dat verkeerd gaat, komt er zoveel energie vrij. Dat is gewoon levensgevaarlijk en dat kan gewoon het hele universum, ze denken het universum zelfs vernietigen. Zo sterk is het. Frighten Stephen Hawking so much. Do they know that they know that they know what they are doing? Ask yourself, how much energy is keeping it together? Neil deGrasse Tyson told co-host Eugene Merman on his Star Talk radio show, then you put more than that amount of energy into the object, it will explode. And I think I've got your attention. I've quoted two physicists. These are scientists. These men do not agree with what's happening in CERN, Switzerland right now. There is a 17-mile long accelerator that lies 300 feet beneath the surface of the ground. This area is where France and Switzerland come together. So part of this accelerator is located in France and part of it in Switzerland. It is a joint European project. Wat hij hier zegt is deze ring, deze accelerator, die ligt dus gedeeltelijk in Zwitserland en gedeeltelijk in Frankrijk. Het ligt een aantal honderd meter onder de grond. En het wordt dus bewaard door het bedrijf. En ik weet dat ze moeten het constant in min 234 graden houden, omdat er zoveel hitte en energie bij vrijkomt. En als dat niet zou gebeuren, dan kan het exploderen. Zo gevaarlijk is het. En het wordt gefinancierd en mensen zijn er partner van verschillende landen in Europa. Dus denk aan Duitsland, Italië, Nederland, Israël onder andere. Zijn hier allemaal partners van. En die zijn hiermee bezig. Dus eigenlijk de meest slimste mensen ter aarde zijn verzameld om hieraan te werken. The United States of America is there as an observer. But the brain power that's going in to this experimentation originates in Europe. They are attempting to recreate what they believe happened that brought all of this into existence as being the Big Bang. Now you and I know from the book of Genesis chapter number 1 that in the beginning God created the heaven and the earth. He spoke it into existence. Wat hij hier zegt is dat ze dus bezig zijn met het onderzoeken van het ontstaan van de aarde. Dat zijn ze eigenlijk mee bezig. Door die energie, hoe het ontstaan is. Maar ja, als christenen weten we hoe de wereld ontstaan is. God sprak en het werd. Hij zei laat er licht zijn en er kwam licht. Wat zij aan het doen zijn is dit aan het onderzoeken. Wat is het? Maar eigenlijk wat ze uit buiten beschouwen willen laten, of wat ze eigenlijk niet willen erkennen, is eigenlijk dat God dit doet. Zeg maar, dit gaat de wijsheid van vele mensen te boven, wel van deze mensen die er onderzoek naar doen. Maar ik zou zeggen, zelfs hun kennis gaat het te boven, want God is veel slimmer dan wat wij ooit zullen zijn. Ja. En hij heeft dit gesproken, wij kunnen dat niet begrijpen, maar zij zijn bezig om dat te leren te begrijpen, wat God gemaakt heeft. They are finding things, and this is what's important for us to understand today. They are discovering things that they... Zeg maar, zij vinden hier dingen. Zoals je hier in het plaatje ziet, dit is een foto van het bedrijf zelf.
Nou ziet het er misschien hier een beetje wazig uit, maar als je hier goed kijkt, zou je hier je gezicht in kunnen zien. Ja. Dit zijn dingen die zij vinden. Dit is waarschijnlijk van een andere dimensie, van wat zij hier zien. En hierna komt er nog een foto, die zal je nakomen, en dat is ook dingen die zij gevonden hebben, foto's van hunzelf. Dus het zijn hun eigen bevindingen. Did not expect to discover as they get deeper. Zoals je hier ziet, gezichten, hier. Ze weten eigenlijk niet wat het is. Zij waren gewoon bezig met onderzoek. En zij komen dit soort dingen tegen. En dieper into this experimentation and development research and so forth. They are beginning to find out that there is a whole lot more to the creation than they had ever given thought to before. They're beginning to find out that there's something going on here that boggles the human mind, that literally blows us apart when we try to even comprehend what's happening. This 17-mile long underground tube that is located there in Switzerland has, I think, 4 or 5 different points where they collide with, some say, protons and maybe something else, but particles that are being moved at or above the speed of light inside. Wat hij dus zegt, de wetenschappers komen er, wat ik net ook al zei, ze komen er eigenlijk achter dat er veel meer is tot creatie dan wat ze ooit gedacht hebben. En dat het zelfs zo ingewikkeld is dat het, zeg maar, hun pet op sommige momenten ook erboven gaat, dat ze versteld staan. En eigenlijk zijn ze met iets aan het spelen waar ze eigenlijk niet van weet van hebben van hoe gevaarlijk het is. Dat is eigenlijk wat ze aan het doen zijn. Of misschien wel, dat kun je afvragen, misschien weten ze het juist ons goed, maar zijn ze er alsnog mee bezig. En This collider. Now for your information, there is one near us in Oak Ridge, Tennessee. But it is not nearly as large as what we're dealing with here. And apparently the larger the collider, the more speed that they can attain, and the more they're able to get deeper into what they're looking for. They're looking for the very building blocks. Wat hij zegt is dat hoe groter de ring is van, in Zwitserland heb je er dus één, dat is op hedendaags is dat de grootste. Deze atomen of deze stukjes die afgeschoten worden op elkaar gaan sneller dan de snelheid van het licht. Zo snel gaat het. Daar kunnen wij ons misschien niet iets bij voorstellen. En dat wordt zo, en hoe groter de ring is die ze maken, hoe meer energie erbij vrijkomt, hoe dieper zij onderzoek kunnen doen naar deze deeltjes. Of what brought all of this together. To give you an analogy, let's say you have a house. You observe that house, it's beautiful. You think, my goodness, let's see how this is put together. And so you start taking the house apart and you expect to find nails. But instead, you find glue. That fascinates you that much more. Because you find glue holding this house together, you wonder to yourself, what was this glue like before its hardened state? Because you... Ja, wat hij hier zegt is, stel je eens voor dat je eigenlijk van hoe hij het zegt, hoe deze wetenschappers nu bezig zijn, is, stel je voor dat je een mooi huis hebt en je denkt van, goh, dat is een mooi huis, ik wil het onderzoeken. En je gaat naar het huis kijken en je denkt van, dit huis is gemaakt van bakstenen, is gemaakt van klinknagels, van hout. En uiteindelijk kom je erachter dat het veel subtieler en kleiner is. En dat het een soort van lijm is. Een lijmstructuur wat alles aan elkaar vastmaakt. En dat je bij die lijmstructuur denkt van, oh, die lijm. Maar hoe werkt dat? Hoe werkt die lijm dan? En hoe was de lijm dan voordat het hard werd? Dat is eigenlijk waar zij mee bezig zijn. Op een wetenschappelijk niveau met deze atomen. See, once the glue glues the things together, it hardens, solidifies. They want to know what the glue was like in its liquid state. So they're going through this to go back to that point to where they can separate and find out what this was like then.
And by doing that, of course, they can build on the information and knowledge that they attain. Now, what's going to follow in the message this morning is the implications of what's going on. But let me give you just a little bit of what has been happening. Where they have... Ja, wat hij hier dus zegt is dat mensen nog steeds moeten bevatten van wat er eigenlijk aan het gebeuren is. En dat ze niet bewust zijn van wat ze aan het doen zijn. Zoals die lijn waar eerder over gesproken heb. Zij laten het dus op elkaar afschieten en met elkaar botsen. En ze willen eigenlijk weten hoe de wereld... ontstaan is, hoe dat opgebouwd is, uit wat voor structuren. Dus eigenlijk wat God uitgesproken heeft, hoe het eigenlijk werkt, wat God gezegd heeft. Dat is eigenlijk waar ze mee bezig zijn. Done this experimentation, strange things are happening. Unexpected by the scientists. Paranormal phenomena, they like to call it. Apparitions, ghosts, all kinds of demonic spirits are beginning to manifest themselves in waves. Here we have, in CERN, Switzerland, a huge wheel. Inside that wheel is a Hindu god, and his name is Shiva. He does a dance of destruction inside that wheel, and his purpose is he is one of the triad... Ja, hij heeft het hier over dat die onderdelen en die zou op elkaar afschieten, dat de energie bij vrijkomt, die zijn waar de negatieve energie bij komt, waar rare dingen gebeuren. Dus ghosten, geesten, demonen, deze energieën komen vrij. En dat merken ze, noemen het paranormale activiteit. En zoals je hier ziet, dit is die god Shiva, die zij als beeld hebben. En die is aan het dansen binnen die cirkel. Dat is wat hij laat zien, dus die is hier aan het dansen. En we gaan het hierbij even afronden. We gaan zo meteen verder in het derde deel en dan sluiten we het hierbij af. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en tot de volgende video.